Het knippen of kopiëren van verschillende features, dus hier in dit geval een vijver, naar een andere laag, of binnen dezelfde laag, is handig om te weten hoe je dat moet doen. Dus hoe doe je dit? Wel, we hebben hier twee lagen. En we willen bijvoorbeeld van de laag vijvers met een z, willen we dit gaan kopiëren. Dus de feature gaan kopiëren naar de laag vijvers. We willen dus gegevens in deze laag vijvers, waar dat er niet staat, gaan kopiëren. Dus welke laag moet je dan aanvinken? Dat is dus deze moeten we aanvinken en die moeten we gaan bewerken. Want daar komen nieuwe gegevens in. Dan gaan we terug naar vijvers en dan selecteren we de feature, dus de vijver zelf. En dan kunnen we hier gaan klikken op objecten kopiëren. Dus ik klik daarop en dan ga je opnieuw weer naar de laag vijvers met een S. En dan kun je hier gaan klikken op objecten plakken. En als we nu gaan kijken, dan zien we, dus ik zal het hier opslaan, dan heeft hij deze gekopieerd. En je ziet, hij heeft dat echt gekopieerd. Maar stel nu dat we in plaats van te kopiëren willen knippen, dan kunnen we dat ook doen. Dan doen we dat via... Ik zal eerst keer die laag weer verwijderen. Of dat object gaan verwijderen. Ik selecteer die. Ja, deze tool. En backspace of delete. Voilà. Voor het knippen... Dan gaan we deze laag moeten in editeermodus zetten. Waarom? Omdat we eigenlijk gegevens vanuit die laag willen verplaatsen naar een andere laag. Dus we klikken op potloodje. We selecteren die. Voilà. En in plaats, dan moeten we hier op knippen klikken. Voilà. En dan kunnen we naar... deze laag. En in het ideale geval. Bewerking aanzetten. Kunnen we die ook gaan plakken. Dus beide moeten geactiveerd zijn. In de editeermodus. Omwille van dat we ook die gegevens hier gaan verwijderen. Of gaan inplakken. Sorry. Dus. Om nog een keer te herhalen, bij het knippen sta je op de laag waar je de gegevens wil uitknippen. Je hebt de bewerking modus, dus de editeermodus klikken. En dan kun je hier op schaartje klikken, nadat je deze geselecteerd hebt. En dan ga je naar de laag waar je de feature wilt gaan verplaatsen. En dan klik je op... ook op bewerken, dus de editeermodus. En dan klik je op object plakken. Voilà. Dan alle twee de editeermodus uit de editeermodus gaan. Dan eerst alles opslaan. En hier ook natuurlijk. En dan kunnen we... dan hebben ze die echt verplaatst in een andere laag.